Want bijna alle leerlingen zijn heel leuk. Maar heel soms heb je er eentje waarvan je denkt... Het gekke is, dat zie je dan vaak al op hele jonge leeftijd. Ik had ontzettend graag gezegd dat uw zoon zich goed gedroeg. Dat hij alles wat hij hebben wilde eerst heel netjes vroeg. Ik had heel graag gezegd dat hij zoet heeft zitten spelen. En dat hij goed met andere peuters kan zonder te vervelen. Ik had heel graag gezegd dat is uw zoontje creatief, sociaal en ook heel grappig en vooral ontzettend lief. Maar laat ik nu maar zeggen wat ik werkelijk van hem vind. Mevrouw, het spijt me zeer, u heeft een kutkind. Een kutkind, een kutkind, ik zeg het maar gewoon. Een kutkind, wat een naar persoon. Het is een meezingen trouwens. Ik had heel graag gezegd, god wat ruikt uw zoontje fijn. Ik had heel graag gezegd, hij doet nooit een ander pijn. Uw zoontje slaat geen andere peuters zomaar op hun kin. Hij kijkt niet onder rokjes, duwt geen takjes ergens in. Uw zoontje is heel zuinig, trekt geen handdoeken kapot. Hij bekleedt het meubilair niet met een dun bruin laagje snot. Uw zoon is echt heel lief mevrouw, uw zoon is heel humaan. Uw zoon gaat niet expres op de klassenhamster staan. Een kutkind, ik zeg het maar gewoon. Een kutkind, wat een naar persoon. Ik zeg het u maar eerlijk, daar is ieder bij gebaat. Als u me echt een mening wil, uw kind is zonde van het zaad. Ik had heel graag gezegd, uw zoon raakt niet snel overstuur. Uw zoon smijt als hij zijn zin niet krijgt, geen poep tegen de muur. Uw zoon is tegen alle peuters eerlijk en oprecht. Hij maakt geen oerwoudgeluiden als een donker kind iets zegt. Uw zoontje maakt geen Hitlergroet en noemt geen peuters gay. Hij overgiet ook helemaal niemand met gloeiend hete thee. En wordt uw zoon gecorrigeerd, dan trekt hij niet meteen een mes. Uw zoontje stinkt ook niet naar zwavel en hij sist geen 666. Een kutkind, ik zeg het maar gewoon. Een kutkind, wat een naar persoon. Ik zeg het u maar eerlijk. Nee, uw zoon staat ons niet aan. Zelfs de pedo in ons team raakt hem met geen vinger aan. Dus een paar seconden eerder stond ik nog gewoon te wachten in die wc. Geen enkel probleem. Iedereen ontspannen. Dan komt hij binnen en zegt tegen mij, uit het niet. En ik ken die gast niet of niks, hè. Zegt hij tegen mij... Ah, sta jij hier ook in de wachtrij? Ik wil, daardoor wordt de situatie een wachtrij, omdat hij dat zo noemt.